Yo gasten, een hele goede dag allemaal. Arjen hier en vandaag een nieuwe Jullie zeggen ik probeer. Ja, ik kreeg te horen van mensen dat ik al een hele tijd geen Jullie zeggen ik probeer had gedaan. En ik dacht daarom, weet je, ze hebben gelijk. Ik ga het gewoon doen. En ja, vandaag dus. Op Black Ops 2, knife only, 30 plus kills. En ik moet positief eindigen. Dat is een must van mezelf. Die heb ik er zelf bij verzonnen. Ik moet positief eindigen. En dat is 1. En daar is 2 misschien al. Ja, dat is 2. Oké, maar ik moet dus positief eindigen. Dat is niet het enige. Want ik moet dus ook 30 kills halen. En ik weet eventjes niet wat het andere is. Het is knife only, dus ook throwing knives en al dat soort dingen. En dit gaat niet verkeerd. Op zich. Normaal ben ik nooit zo goed met een knife. Dus nu gaat het al veel beter. Zo. Oh shit. En hoe heb ik dit zojuist eigenlijk al helemaal tot aan hier overleefd? Dat is een grote vraag voor mij. Ik heb geen flauw idee waar ik heen moet. Oh ja, ik moest ook MVP worden. MVP van mijn team. En dat is lastig. Hoppa. Kijk, dit gaat gewoon prima. Oh ja. En nu ben ik gedoemd. En ik ga weg. Weg, 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 weg. Ik heb geen flauw idee waar ze vandaan komen. Dus het is even een beetje aftasten. Ik laat de kerel links lopen. En ik wacht hier eventjes. Hoe de fuck zag die kerel mij niet? Nee, ik vind niet erg hoor. Gast, ik zit nu op een 11 streak met een knife. Gewoon what the fuck. 11 om 0 met een knife. Dat is echt... wauw. Oeh, shit. Dat was nummer 12. Rennen, rennen, rennen. Want nu wordt het even heel erg link. Ik weet niet wat ik moet gaan doen. Bam. Dit was alweer de volgende UAV. Holy shit, man. Hey, dit... ik ga echt niet normaal, hoor. Oké, waar moet ik nu heen? Weg hier. Gewoon rustig blijven. Maar dat kan niet, want als je ziet wat voor streak ik heb. Het is gewoon best wel pittig onmogelijk om normaal te blijven doen. En ik ben dood. 14-1. Met een fucking knife. Oh, die had erin gezeten, die knife. Wauw. 14 streak met een knife. Even serieus. Die heb ik ook. Handy. Ik ga misschien vaker knife only spelen hoor. Want dit bevalt zeker wel. Oké, die knife in Black Ops 2 is overpowered. Sowieso. Oh. Ja. Jammer. Haha, 69 staat het. Haha, 9. Oké, sorry. Wauw. Maar dit gaat... oh shit. Maar dit gaat echt niet normaal goed hoor. Alleen ik weet niet of ik MVP ga worden, want mijn teammate gaat ook hard. En ik weet niet waar de enemy zit. Oké, hier was er eentje. Op B. Hoppa, dat ging op zich redelijk. 20-5 sta ik nu. Oeh, bam. Hoppa.
dat was heel erg dom, wat ik daar deed. Op de een of andere manier miste ik hem. Maar ik sta nu al 22-6 naar de eerste ronde. Bijna MVP. Het scheelt 90 punten met de nummer 1 tot nu toe. Dit was pas de eerste ronde. Eén capture, 3 defense. Maar dat betekent nog wel wat voor de tweede ronde. Want dit gaat echt zeker spannend worden. Want die eerste kerel... En ik moet ook passen op de derde kerel van mijn team. Die staan allebei in de buurt. Ik neem aan... Nou ja, positief zal ik wel eindigen. Die 30 kills zou ik ook wel halen. Maar MVP, dat is echt... Dat gaat echt zo belangrijk worden. Of ik MVP word of niet. En nu is het even oppassen. Oké, dat lukte dus niet. Even kijken, waar moet ik nou precies heen? Ik ga gewoon rennen. Nee. Fuck. Ja, dat is van veel te ver om zo te gaan knijven. Het scheelt inmiddels 440 punten. Oh shit, hoe had ik geen kill met mijn knife? En ik ga gewoon liggen op B. Oké, ja, dat lukt niet. Dat lukt echt niet om op B te gaan liggen, hoor. Oh, en ik ben nog ingehaald door de nummer 2 ook. Wauw. Shit. Ja, MVP, dat gaat hem nooit worden. Ik sta al meer dan 1000 punten achter. Dat is gewoon nooit te doen. Oh, ik knife over hem heen. Ja, wat dom. Nou, die 30 kills, dat kan ook nog link worden. In ieder geval, die beginstreak, dat was echt wel episch. En... Oh, wat dom. En nu zit hij op A, dan hoop ik dat mijn teammate hem heeft. Lijkt er wel op. Oh nee, er zit hier. Zit hier achter of? Ja, mijn teammate heeft hem, denk ik. En ik ga denk ik vaker met knife spelen. Want als ik het zo zie, ik had aan het begin een goede streak. Niet dat ik dat altijd ga hebben hoor, maar... Ik had een goede streak aan het begin en dat was wel leuk op zich. Ja, ik ga voor deze kerel hier zo. Oké, die is al dood. Hey. Hij is ook al gekild, dan ga ik B pakken. Om toch nog een paar punten mee te sprokkelen. Kijk, want dat zijn gewoon 200 punten al. Zo. Eens even kijken hoor. Ik ga op C liggen. Alles voor de punten nu. Wauw, ik sta vierde gewoon van mijn team. Dat is echt even heel triest. En ik snap niet dat ik mijn dingen zo hoog gooi. Mijn combat axes. Die moet ik niet zo hoog gooien. Ik moet ze gewoon laag blijven gooien. Ga ik weer omhoog mikken op de een of andere manier. Hè? Zo dom om te doen. Ik sta op 25 kills. En ik sta wel positief, maar... Oké, 26 kills. Gast dood, oké. Hè? En ik word wel gelijk gekild. 27 kills nu. Nou, die 30 kills, dat is ook nog link. Nee. Ik snap het gewoon niet hoor. Nu gaat die tweede helft, die gaat zo slecht. En dat is het meeste het verhaal met een knife met mij. Oeh. En dan knife ik er weer voorbij. 28 kills. Orbital V set online. Ja, daar had ik trouwens net niet op gelet. Waarom gooi ik dat ding zo hoog? Kom op. Die heb ik. En die tweede niet. Nee. 30. Ja. Oh! Wat? Oeh, triple feed. Wordt geowned.
Juist, en aan die triple kill, dat zegt genoeg. Als je zo een triple kill kan krijgen met je knife, dan is dat best wel OP, overpowered. Waar zit die kill nou? Oh, hier zo. Dat is één. Dat is twee. Oh, en er liepen er meer. Nou ja, 34-18. MVP zou ik niet meer worden, maar ik kan. Nee. Oké, 34-18, dat was hem. Wel meer als 13 kills. Wel meer. Ja, ik sta wel positief in ieder geval. En, nou ja, geen MVP. Dat is jammer. Toch derde van het hele potje. Prima scoren vind ik voor een knife. En een leuke beginstreak, namelijk 14. Ja, en het een triple kill. Dus jongens, laat een groen duimpje omhoog achter. Ik denk dat dit wel op zich een redelijk leuke aflevering was. Laat een groen duimpje omhoog achter als jullie hem leuk vonden. Minstens 500 likes, dat moet lukken. Sowieso. Ja, dus groen duimpje. En laat een reactie achter, jongens. Bedankt voor het kijken. Dit was de aflevering. En binnenkort weer een nieuwe jullie zeggen. Ik probeer bedankt voor het kijken, jongens. En adieu.